één hamer haai, maar die bracht er nog even 100 plus mee. En ik had mijn camera vast en ik keek door het schermpje en ik dacht, wauw, dit is waarvoor we gekomen zijn. Welkom allemaal bij weer een presentatie van Dive & Travel. Vandaag hebben we te gast Daan van Schaik. Daan is onderwaterfotograaf, onderwatervideograaf, grotduiker en misschien ook wel gewoon een echte levensgenieter. Daan, welkom vandaag. Goeiedag. Ja, leuk om hier even te zijn op dit nieuwe platform voor mij. Ja, ik heb er zin in. Nou, helemaal leuk. Wij hebben er ook zin in. We gaan het vandaag hebben over Costa Rica. En dan Costa Rica en in dit geval specifiek even duiken bij Cocos Island. Jij bent er al geweest. We hebben er waarschijnlijk allemaal al wel eens van gehoord. Maar wat is Costa Rica en wat is Cocos Island nou precies? Wat kun je als duiker hier verwachten? Ja, je kan eigenlijk als duiker alles verwachten waar jij als duiker op hoopt. In ieder geval al spreek ik voor mezelf, hoor. Het is een prachtig tropisch eiland met watervallen. Het is heel erg klein, het is heel erg groen. En het contrast tussen de oppervlakte van het groene en de watervallen en wat je dan beneden ziet, ja, dat is echt waanzinnig. Dat is echt waanzinnig. Ja, wat zie je daar zoal onder water? Ja, ik heb iedere duik die ik daar gemaakt heb hamerhaaien gezien. Soms één, soms 100 plus. Tijgerhaaien, Galapagoshaaien, mantarochen, heel veel kleine vis, wolken van vis, allerlei soorten roggen, frokvissen, noem het maar op. Ja. Super gaaf om te horen, Daan. Ja. Hey, maar volgens mij heb jij een hele leuke film gemaakt over die reis. Zullen we die als eerste eens even gaan bekijken om een beetje indruk te krijgen? Dat is goed. Ik ga hem instarten. Leuk. We'll be right back.
Super gaaf, Daan. Super gaaf. Dankjewel. Ik Ja, krijg gelijk een hele goede indruk hoe bijzonder deze reis is. Ja, ik zit zelf ook weer even helemaal. Ik ben weer even helemaal terug daar. Heerlijk. Echt een waanzinnige reis is het, ja, absoluut. Ja, top. Hey, je vliegt bijvoorbeeld met KLM naar San José in Costa Rica. Ja. Daar slapen de meeste mensen een nachtje. Of ze gaan al eerst even Costa Rica een stukje ontdekken. Dan ga je op weg naar de havenplaats Punta Arenas. Hoe gaat het dan verder in zijn werk, die reis? Ja, je wordt dan bij je hotel in San José opgehaald met de bus. En dat is best wel gezellig, weet je wel. Dan zit je lekker samen. En onderweg wordt er een hoop verteld over het landschap door de gids. Ja, dan kom je op de boot aan. Krijg je allemaal een lekker welkomstdrankje. Dan kan je eventjes je spullen naar de kamer brengen. En dan vindt er een briefing plaats met hoe de reis gaat verlopen naar Cocos Island toe. Het is een klein stukje varen. Ja, maar alles wat van ver komt is lekker, hè, zeggen ze. Dat is zeker waar, ja. Ja. Hoeveel uur varen? Wij hebben de heenreis denk ik een uur of 40 over gevaren. Maar ja, dat is geen waste of time, want er is genoeg vermaak aan boord. En er is heerlijk eten en drinken en er worden dingen verteld. En je kan je vast goed voorbereiden op wat komen gaat. Ja. Hey, hoe is de kwaliteit van de boot en de hutten? Wat mag je verwachten? Sowieso het eten en drinken is echt waanzinnig. De kwaliteit van de hutten, ja, naar mijn mening is het perfect. Weet je, ja, je zit buiten het meeste genieten, maar op de kamer, ja, ik heb er heerlijk kunnen slapen. Het eetgedeelte is top. Na de duik kan je heerlijk je spulletjes wassen. Je kan even onder de douche op het dek. En zo loopt het gewoon lekker door. Leuk. Hey, en dan kom je aan bij Cocos Island na die lange vaartocht. Ja. Ja, en dan? Hoe ziet zo'n duikdag eruit? Ja, je gaat 's ochtends eten. En dan eigenlijk best wel rap daarna. Dan ga je op een Zodiac weg met je duikgroep. En dan gaat het feest beginnen. Voor mij was mijn eerste duik daar. Dan maak je een checkduik in Chatham Bay. Dat is best wel een leuk rif, wat kalmer. Alleen we zaten naar een frogvis te kijken, want het is wat rustiger daar. Maar ja, er zwom eigenlijk ook al gelijk een tijgerhaai onder de boot. Dus het was niet echt heel saai, de checkduik. Geweldig, dat is nog eens een checkduik. Juist, juist, juist. En dan maak je 3-4 duiken op een dag? 3 duiken per dag. Ja, nachtduiken is niet meer toegestaan. Maar, je maakt 3 duiken, maar het zijn wel echt 3 goede duiken, hoor. Dus je bent wel lekker verzadigd, 's avonds, zeg maar. Hey, en hoe moet je die duiken zien? Is dat 10, 15 meter, geen stroming, wel stroming? Wat kan je verwachten? Ja, sowieso de plekken waar de hamerhaaien, hè, de grote scholen hamerhaaien zitten, ja, die zitten toch het liefst in de stroming. De stroming kan je zeker wel verwachten. Er zijn ook best wel wat plekken wat dieper. Dus dat je echt wel even de 30 meter aantikt. Maar je hebt inderdaad ook gewoon duiken dat jij een beetje tussen de 15, 20 meter zit. Zeker bij Manuelita, een hele mooie duiksite, daar zit je goed. En als je daar naar beneden gaat, dan kan je eigenlijk bij wijze van gewoon op een rotsblok gaan liggen. En de show is gewoon voor je. Dus dan heb je van de stroming ook niet echt last. Nee. Hey, en dook jij met een 3, 5 mm fullpak? Ik had een 5 mm pak, ja. 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 Met een, ik had zelf een cap op. Hoeft niet per se. Het water was 26 graden, dus... Ja, ik ben ook wel een klein beetje koukleuntje. jij doet gewoon de kap op. Juist. Hey, wat was nou een van de meest bijzondere momenten tijdens deze reis voor jou? Nou, voor mij dat was gewoon het meest bijzondere moment. We gingen duiken bij de duikzuit Alcyon. Een soort pinnacle. Daar zit je bovenop. En er waren wat scholen vis. En ik zat een beetje te filmen. En toen voor me kwam er één hamerhaai. Maar die bracht er nog even 100 plus mee. En ik had mijn camera vast en ik keek door het schermpje en ik dacht, wauw, dit is waarvoor we gekomen zijn. En dan heb je een hele prachtige, prachtige show. En dan kom je wel met een smel van oor tot oor weer terug de boot op. Ja. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Je duikt elke dag tijdens de reis. Ja. Kun je ook gewoon elke duik maken? Of zeggen sommige mensen van, joh, ik sla een keer een duik over. Ik zou het niet doen hoor, maar... Ja, nou, er waren dus, bij mij waren er 4 Duitsers die sloegen een duik over, want die wilden gaan hiken. En die duik hebben wij 200 plus hamerhaaien gezien. Dus ik denk dat die de wandelschoenen nooit meer aandoen. die gaan nooit meer wandelen. Ik zou nooit van mijn leven op Kokos Island een duik skippen. Nee. Hey, Kokos Island, hè, we hebben gehoord, het is een bijzondere bestemming, uitdagende duiken. Ja. Is deze bestemming voor iedere duiker geschikt? Ik zou als open water en met een duikje of 10 zou ik deze reis nog even van me... Ik zou hem zeker niet van mijn lijst afhalen, maar wel even wachten met boeken. Een stukje opschuiven. Ja, een klein stukje opschuiven, ja. Je hebt wel geloof ik, ik dacht gewoon een duikje of 50 nodig en een advanced buffet. En nitrox buffet is eigenlijk ook wel heel erg fijn hoor, als je dat hebt. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hey, nou heb je al een aantal bijzondere reizen gedaan. Je hebt de Sardine Run gedaan. Ja. Ik heb video's van een hele bijzondere grot op Bonaire van jou gezien. Je doet aan grotduiken in Europa. Je hebt gedoken met walvishaaien. Je hebt, ik zeg het maar, staan knuffelen met de krokodillen op Chinchorro in Mexico. Ja. Moet deze reis Kokos Island op ieders bucketlist staan? Absoluut. En hoe hoger, hoe beter als je het mij vraagt. Ik heb inderdaad heel veel mogen zien. En daar ben ik heel erg blij om. Maar Costa Rica, Kokos Eiland. Een eiland wat 500 kilometer uit de kust ligt. Waar alles echt is zoals het is. Zonder vissenkoppen naar beneden. De haaien die daar zijn, die wonen daar gewoon. Ja, dat is waanzinnig. En dan het contrast wat ik al eerder benoemde. Met de groene jungle, de watervallen. En dan, ja... Wolken met haaien, beneden, ja, dat is te gek. Dat is echt te gek. Super gaaf, super gaaf. Hey Daan, hartstikke bedankt. We hebben genoten van je video. En bedankt voor je mooie verhaal over deze reis. Hieronder kan iedereen jouw kanaal zien. Kunnen ze die andere video's nog even bekijken. En meer info over de reis die wij natuurlijk aanbieden met Dive & Travel. En Daan, voor nu bedankt en nog fijne dag. Van hetzelfde. Groetjes. Hoi, hoi.